Hallo lieve Maya-vriendjes en vriendinnetjes. Wauw, wat een mooie bloemen. Ze zijn al bijna net zo mooi als de vlinder Beatrice. Knutsel je mee? We beginnen met de bloemblaadjes. Neem wat creppapier en knip 8 tot 10 even grote vierkantjes met een schaar. Je mag meerdere kleurtjes bij elkaar gebruiken als je dat mooi vindt. Wij maken er eentje met wit en een roze. Leg de vierkantjes mooi op elkaar, liefst in wisselende volgorde. Eentje wit, eentje roze, eentje wit enzovoort. Neem het hele stapeltje creppapier en vouw het op zoals een accordeon. Als je het helemaal opgevouwen hebt, plooi je de papiertjes nog eens in twee. Vraag even wat hulp om een stukje ijzerdraad af te knippen. Vouw het ijzerdraadje in het midden rond het opgevouwen creppapier, zodat je een soort strikje krijgt. Trek nu alle papiertjes mooi uit elkaar. Wees heel voorzichtig, want creppapier scheurt heel makkelijk. Hoe mooier jij je blaadjes opentrekt, hoe voller je bloem. Nu moeten we nog het steeltje maken. Knip een lang reepje van het groene creppapier. Hier gaan we het steeltje mee versieren. Neem een satéstokje, plak onderaan een stukje creppapier vast en wikkel het papiertje rond de rest van het stokje. Plak het papiertje ook bovenaan nog eens vast met een stukje plakband. Maak je steeltje vast aan je bloem door het stokje tussen het stukje ijzerdraad te steken. Wat moeten die bloemen lekker ruiken! Iedereen zal vast wel eens op bezoek willen komen bij Beatrice en haar mooie bloemen. Wil je ook deze volledige doos versieren met Maya en al haar vriendjes? Kijk dan zeker naar de volgende aflevering van Maya's knutseldoos. Alles wat je nodig hebt om de doos te maken, kan je online terugvinden. Tot de volgende keer!